Bij een aanrijding tussen een pick-up en een vrachtwagen vanmorgen in het district Saramacca zijn 4 mensen om het leven gekomen. Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat beide voertuigen in tegengestelde richting reden. Nabij de rotonde die leidt naar Groningen moet de vrachtwagenbestuurder controle over het voertuig hebben verloren. Hij kwam op de rijhelft van de pick-up met als gevolg de zware aanrijding. De pick-up kwam in de trends terecht. Alle 4 inzittenden kwamen om het leven. Levenloze lichamen werden door de brandweer uit het voertuig gehaald. De identiteit van de overledenen is nog niet bekend. Met het overlijden van deze verkeersslachtoffer staat de verkeersbarometer nu op 58.